Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Weet je, joh, ik ben nog niet eens begonnen. Ja, maar in de pauze kun je nog, hè? Met de vergaal ook. Zo, goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Winsemius. Meneer Winsemius, welkom hier. Namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. We kijken naar het hele stelsel, hoe dat reilt en zeilt. Ook incidenten die daar plaatsvonden. Wat we willen weten is wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren. En wie er uiteindelijk verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Winsemius, kijken wij vooral naar de rol van de regering door de tijd heen. En daarom horen wij ook voormalige bewindspersonen. En in dat verband, meneer Winsemius, bent u zelf opgeroepen als getuige voor dit verhoor. Dat vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Winsemius. Die microfoon kan gewoon aanblijven. Ja. En er zijn een paar leden van onze commissie die u graag wat vragen stellen. We gaan gewoon meteen van start, dus ik geef graag het woord aan collega Groot. Ja, dank u wel. Welkom, meneer Winsemius. U was van 1982 tot 1986 minister van VOGM. Daar vragen u niet om over te praten, maar wel over uw tweede periode. En dat was ruim 20 jaar later, van september 2006 tot februari 2007. En toen volgde u minister Dekker op, die was opgestapt naar aanleiding van de Schiphol-affaire. U bent 5 maanden minister geweest. In die tijd is het nodige gebeurd. U daagde onder meer uit de corporatiesector uit om extra bij te dragen aan de wijkaanpak. En uw opvolgster, mevrouw Vogelaar, heeft die aanpak verder uitgewerkt. En de commissie zal u vanmiddag wat vragen stellen over het begin van de wijkaanpak en de financiering daarvan. Ik zou willen beginnen met een vraag. En die betreft de werkzaamheden op het departement zelf. Daar was men namelijk al bezig met het ontwikkelen van plannen voor een actieve rol van de woningcorporaties in het oplossen van sociaal-economische problemen in de wijken. En waren die plannen die op het departement werden ontwikkeld, was dat in lijn met uw eigen ideeën? Het ging ietsje verder dan plannen. Ze deden het, hè? Ze hadden, ik weet niet hoeveel het waren, 16 wijken of zoiets dergelijks, maar daar was ik ook bij betrokken. Ik heb met Aart-Jan de Geus en Annette Bertram, hadden wij de adoptiewijk over Vecht, Utrecht-Noord om het zo maar te zeggen. En daar waren, dat was een van de probleemwijken en dat was wel het idee dat de corporaties daar, met name was daar Portaal, was daar heel groot, Mitros en Portaal geloof ik, dat die daar een grote rol zouden spelen. Het was ook bij die andere wijken was dat het geval, dat was het ene. Was dat beter dan de ander, maar dat was een vrij intensief programma. Dat kende ik dus, daar was ik weliswaar maar in 1 wijk bij betrokken, maar dat kende ik. En daar kon je wel zien dat dit was een aanpak die kon een bijdrage leveren. Het was heel gericht vanuit het kabinet en het ministerie. Het was een idee wat ik Annette Bertram in hoge mate geïnspireerd heeft en Sibylle Dekker trok het.
En dat was, de basisidee was dat je de combinatie van een bewindspersoon, een deskundige en een topambtenaar, geloof ik, die konden, als die combinatie nou de entrees maakte, dan kon je een hele hoop dingen, de verbinding met Den Haag en met wat er maar voor nodig was van die toppen van die corporaties maken. En dan kon je waarschijnlijk daarmee beweging in die wijken maken. En Overvecht werkt het wel, ja. Mm-hmm. Dus dat kon je wel zien. Of het echt doorslaggevend is geweest, nee, dat denk ik niet. Maar wel, het was wel een serieuze leider. Het gebeurde dus ook al in de praktijk. Zeggen, nou ja, dat was ook in ieder geval niet tegengesteld aan mijn ideeën. Nee. Binnen het departement werden ook plannen ontwikkeld om activiteit voor leefbaarheid, om daar de gebondenheid aan de wijk los te laten. Dus dat er ook een wijkoverstijgende aanpak zou mogen plaatsvinden. Ietsje meer antwoord moet ik hebben, dat kan ik niet zo vlug plaatsen. Nou, er is een discussie binnen het departement, ja? Of de uitgave van leefbaarheid van woningcorporaties, of dat nou gebonden moet zijn aan de wijk, of dat het ook buiten de eigen wijk mag. En daar is een discussie. Ja. Je hebt één beleidsdirectie stad en regio, die zijn daar eigenlijk soepel in. Je hebt een directie beleidsontwikkeling, die wil daar wat strenger in zijn. Ik kan het niet zo goed herkennen, want ik zat bij de wetenschappelijke raad en we hadden dat rapport geschreven, vertrouwen in de buurt. Dat is nog kleiner dan een wijk. Omdat de overheid denkt in wijken, die zijn vaak postcodegebieden, zijn vaak veel te groot. Als je in de achterstandsbuurten komt, zijn die wijken vaak veel kleiner, waar de mensen dan sociale contacten hebben en dergelijke. En ik was dus heel sterk op de buurtidee en de wijkidee. De buurtidee en de wijkidee. Ja. En dus daar hoorde wel bij, zeg maar, de brede school. Dat is dan voor een wat groter gebied dan een buurt. Maar ik was toch wel sterk op die schaal. Maar wijk overstijgt wil ook zeggen de hele stad. Ja, toch minder hoor. Want ik zou niet zo vlug zo vlug iets echt groot herkennen van dat heel Rotterdam of heel Den Haag. Of als je die schaal van een stad bedoelt. Terwijl natuurlijk de grootste deel van die krachtwijken of aandachtswijken, hoe je maar wilt noemen, vogelaarwijken, was natuurlijk toch wel in de G4. Mm. En daar zou ik niet zo vlug de hele stad voor nemen. Ja, nee. Want die nota die wij in uiteindelijk dus uitkomst van de discussie is dat de wijkgebonden aanpakken, die restrictie, die vervalt. Maar die nota wordt uiteindelijk voorgelegd aan mevrouw Vogelaar. Maar hij is aan u niet voorgelegd, begrijp ik. Nou, wij hadden voorbereid, ik had in de Kamer, dat is geweest, we hebben de huurliberalisering gedaan. En toen hebben we, 's nachts om 1:30 heb ik een brief getekend, dat weet ik nog, want het was een curieuze tijd om een brief te tekenen. En dat was de brief waar we dus eigenlijk zeiden, dat zijn 40 aandachtswijken, mochten we niet op naam noemen, maar de hoogste daarvan was de Kolenkitbuurt, de beroemde Kolenkit. Maar die was nou echt, dat was ook weer zo leuk. Dat waren het soort getallen die daarin stonden op de Kolenkit. Die waren al achtergehaald, want die was al op de schop genomen. Die was al 1,5 jaar bezig. Dus je kon wel zien dat je er iets aan kon doen. Maar die hebben toen gestuurd. En toen heb ik de Kamer toegezegd, ik zal jullie de lijst sturen die wij denken. Maar dat heb ik toen later, ik denk in februari, eind februari ben ik eruit gegaan. In februari heb ik toen tegen die Kamer gezegd, joh, dat moet je eigenlijk, moeten wij niet doen. Want als ik die brief ga schrijven met die buurten erin en mijn opvolger moet het doen, zijn dat niet haar buurten. Dat moet haar buurten zijn, want zij moet het, of haar of zijn, dat weet ik niet op dat moment. Maar van mijn opvolger moet dat zijn. Dus toen hebben we dat eigenlijk gezegd, hier, dat is de lijst. En die heeft ze, Ella Vogelaar, in belangrijke mate, ik denk, om eerlijk te zijn, 100% overgenomen toen. Dat is de wijkaanpak, daar komen we nog over te spreken. Maar nu ging het gewoon om het versoepelen van de regelgeving van wat toegestaan is voor woningcorporaties. Nee. Dus als je een museum wil sponsoren voor de hele stad, dan mag dat nee, nu. Nee, dat zou niet zo vlug bij mij geweest zijn. Want dat zou niet zo vlug bij mij geweest zijn. Want dat was ik helemaal niet zo erg op die lijn. Nog steeds niet, om eerlijk te zijn. De kunst was wel, je zag natuurlijk bij de wooncorporaties dat. Ja, sorry, ik heb een afwijking. Ik zeg wooncorporatie. Ik vond het woord altijd verkeerd, woningcorporatie. Want ze waren aan het wonen. Dat was eigenlijk de functie die ze hadden. Maar bij de wooncorporaties, daar zag je wel. Dat er een aantal die zaten het gigantisch te verbreden. En een hele zaak gehad met improviservaties of iets dergelijks in Maastricht. Die zat een studentenhuisvesting in Luik te doen. Wat doe je daar nou in hemelsnaam? En ze waren er meer van die gevallen. Dat moest niet. Ja. Maar de vraag was, waar zit de grens van als je een sociale omgeving krijgt? Mag een brede school eronder vallen? Interessante vraag. Mag een sportveld eronder vallen? Nog een interessante vraag. Behalve als iemand met die school verbonden was. Dan misschien. Ja. Nou, daar zat eigenlijk voor mij de afbakening. Ja. Er zou niet een
theater voor de stad bij horen of een voetbalclub of zo. Bij mij. Ja, ambtelijk financiën, dat is inspeeld op een maatschappelijke behoefte. Want we hebben gebeld. Dat de vraag voor, door toen ik Hector Magnificus en, ja, en dat allerlei. Is prachtig, maar dat zou, als ik in de periode dat ik dus dat, als ik dat bewust die vraag heb gehad, dan zou ik heel makkelijk hebben gezegd: nee jongens, ik was vrij van sterk van het geloof. Kan een grote rol hebben daar. Ja. En dan moet je nog zeggen: waar speel je die rol? En is dat nou het geld of is dat nou meer dat je daar bijvoorbeeld veel buurtconciërges hebt of huismeesters die daar die verbinding kunnen maken van mensen die zelf die verbinding niet konden maken? Zijn het schooldirecteuren met een brede school die verbinding kunnen maken? Daar hoorde dat niet bij hoor. Toch. Oké, dus je bent wel voor wijkgebondenheid, maar toch wordt ook al gezegd, die uw wijkaanpak en de koppelingen aan leefbaarheid, die heeft geleid tot allerlei nevenactiviteiten van woningcorporaties waarvan tegenwoordig wordt gezegd dat niet tot de kerntaak van woningcorporaties hoort. Wat vindt u daarvan? Nou, dat kan ik niet overzien, want ik weet niet wat u precies mee bedoelt. Maar ik denk dat je... dat omdraaien. Als je het niet zou doen, als de woningcorporatie niet die bredere taak heeft, dan maak je een grove fout, beleidsmatig grof. Want er zijn weinig spelers die daar in staat zijn om eigenlijk de opvang te creëren die daar legitiem zijn in die buurten. Een goede huismeester weet eerder dan bijna willekeurig wie dat er iets fout gaat. Een goede wijkagent weet het ook vrij vroeg. Een goede schooldirecteur weet eerder dat er met kinderen iets fout gaat. Als je die naar de kerntaken terugbrengt, dus de school, reken en taal, de huismeester stenen stapelen en leertjes vervangen, de politieagent bonnen schrijven en boeven vangen, dan gaan ze eigenlijk met hun handen langs hun lijf staan. En want dat is mijn taak niet. En tussen die mazen door slipt dan alles weg. Nou, dat is, als je die wijken kent, dat zijn stapelingsproblemen, hele complexe problemen. Ik had het voorrecht, dat is een beetje echt wel een voorrecht, om daar heel veel te zijn geweest in de periode met die WRR, kort tevoren overal. Als je die taak weghaalt, dan gaat er veel fout. Dus de kunst is, en dat is permanente kunst, ook voor de wooncorporatie en voor alles wat daar toezicht op houdt, wanneer gaat het te ver? Daar moet je de voet bij de rem hebben. Mm-hmm. En dat zal best hier en daar doorgeschoten zijn, dat onttrekt zich een beetje aan mijn zicht. Maar als dat te ver gaat, dan moet je voet bij de rem hebben. Dus het is wel de vraag van welke kaders heb je? Dat je wel kijkt naar wat het veld doet en moeten die kaders wat opgerekt worden hier en daar, omdat ze, daar kan je mee omgaan. Maar misschien zijn ze daar doorgeschoten, dat kan ik niet onderzien. Dus woningcorporaties wordt toch over fout gemaakt als men zich beperkt tot stenen stapelen. Ja. Maar... dus je moet dat bij je bezien, maar waar houdt het op? Waar zou de grenzen willen trekken? Dat is de spannende vraag, dus dit is een bewijslast. Daar hoor ik graag antwoord op van u. Ja, maar dat is, ik mag dat onder ede antwoorden en zo, maar daar heb je alleen maar een oordeel over. Wat je zelf uiteraard vindt, mag dat? Ja, dat mag. Dan gaan we dat doen, want dat is iets anders, maar dat is een mening, pas op. Ja. Ik denk dat je daar de bewijslast oplegt. Wat zijn de behoeften en kwaliteiten van een buurt, van een omgeving? In een rijke luisbuurt, om het zo maar te zeggen, een voorstandsbuurt. En die behoeften en kwaliteiten kunnen ze zelf wel invullen. Daar heb je niet zo gek veel voor nodig. Dus die weten ook hoe ze een stadhuis moeten bereiken of weet ik wat. Kom je in een kwetsbare buurt, dan kunnen ze dat vaak niet. En dan moet je zeggen, hoe ga ik daarbij springen? Dat hoef ik niet alleen te doen met wooncorporatie. De wooncorporatie moet ik niet laten opzadelen met die totale verantwoordelijkheid. Het gebeurde soms bijna wel, hè? Dat de wooncorporatie bijna de enige nog was die iemand iets deed in die buurt. Dat was best beangstigend. Maar dan moet je dus zeggen, wat zijn daar de behoeften en kwaliteiten? Wie moet dat aanvullen? En kan ik dan een plan maken? Eigenlijk hoor je daar de gemeente te vragen. Dat was dus ook de bedoeling met die plannen van waar Ella Vogelaar mee begon. Dat je zegt, kom met een nieuwe serie wijkplannen. Dat is eigenlijk een beetje in het beleid naar mijn idee niet goed gegaan. Want ze wilden het te vlug doen. Er moest te snel gescoord worden. Je hebt een zekere tijd nodig voordat je daar de handvatten krijgt. Dat de winkeliers mee gaan doen en de bewoners ingeschakeld zijn, noem maar op. Maar daar maak je een plan voor en dan zeg je, dan moet jij die rol en jij die rol hebben. Nou, dan kan het zijn als die gemeente het voortouw heeft dat een corporatie niet meewerkt, dan moet je de middelen hebben om die corporatie op zijn nek te slaan en zeggen, je moet meedoen. Ja, want dit is nou eenmaal wat we hebben besloten, dat is dan het voorrecht van de politiek. Mm-hmm. Dat geldt zelfs voor politie en voor anderen overigens. Maar daar ligt de verantwoordelijkheid. En die plannen die ontbraken soms, of die waren ontzettend duf gemaakt door hele jammere plannen zaten ertussen. En dat vond ik jammer, maar die horen ook de rem te hebben. Mm-hmm. En die moeten dat bewaken en dat was de taak. Mm-hmm. En dan hou je het ook netjes, dan ligt het waar je het overzicht hebt. Namelijk bij de gemeente. Mm-hmm.
dus het publieke belang wordt lokaal bepaald, ja. in zo'n geval. En ik hoor u toch ook zeggen, ja, verplichtende prestatieafspraken. Ja. Ja, je moet wel, dat vind je heel verschillend. Je hebt hele buurten waar corporaties niks deden. Ik kwam in Bos en Lommer. Ik weet niet meer eens welke corporatie het zat. Dat is één huismeester op 5000 of 8000 gezinnen mensen. Ja, dat kan niet in dat soort buurt. Dat kan niet. Daar kan je niks mee. Die persoon is totaal overvraagd dan. Dus daar doe je niks. Dus dat werkt niet. Maar kom je nou op andere buurten, was dat heel anders ingevuld. Misschien wel te ver. Nou, dat scheelt. Maar dat ligt dan wel in hoge mate bij de gemeente. En in dit geval bij Amsterdam en Rotterdam, bij deelgemeente, of hoe die dingen ook heten. Die dan niet goed daar het stuur op in handen hadden. Bij de deelgemeente Rotterdam bijvoorbeeld heb ik heel intensief gewerkt. Na afloop ook, na die kabinetsperiode met Sociaal Platform Rotterdam. Daar zag je bepaalde deelgemeenten die er echt helemaal niks van maakten. En andere die echt goed bezig waren. Heel knap. Hoogvliet bijvoorbeeld was echt goed bezig. Ja, soms kan er ook niks tot stand komen omdat dan een lokale woningcorporatie te weinig middelen heeft. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat was eigenlijk steeds wel. Dat is natuurlijk best ingewikkeld met die corporaties. Sommige corporaties hadden veel geld. En sommige weinig. Sommige weinig. En dan kom je dus toch zekere zin dat je zegt, de corporatiewereld. Van wie is dat geld? Dan kom je met het beroemde vermogen in de dode hand. En mag je dat nou bijvoorbeeld een solidariteit verwachten? Daar werd heel wisselend over gedacht binnen EDES. En daar ben ik toen wel, in die korte periode dat ik daar zat op het kabinet, heb ik daar vreselijk op zitten leunen. Dat je zegt, jullie moeten wel met elkaar iets aanbieden. Dat je een aanbod aan de samenleving, zoals je het ook gaan noemen, hebt. Want anders ben je niet geloofwaardig. Je kan niet maken dat je, als je pech hebt in het vaderland, nog steeds trouwens weer, en je zit in een wijk waar de gemeente of de deelgemeente eigenlijk niet sterk is. Nou, Felix Rottenberg heeft ooit het programma over de kolenkit gemaakt. En die zei, als je een goede wethouder hebt, ervaren wethouder, een ervaren ambtenaar, dan kennen ze van de 68 regelingen, kennen ze er allebei 50. Heb je pech en je hebt een tijdelijke ambtenaar en een wethouder niet weet, dan kennen ze er 3. Dan zit je dus, heb je niets, ken je er 50, dan heb je veel te veel geld. Nou, dat is niet goed natuurlijk, dat op de ene plaats te veel en de andere te weinig. Dus dat evenwicht is niet goed. Waar? Als je pech hebt in Nederland, nog steeds, dan kom je in een buurt terecht waar de corporatie zwak is en de gemeente zwak is en als de school ook nog zwak is, dan zit je in de aap gelogeerd. Ja, en zeg maar, dan hebben we het in feite over het onderwerp matching. Hoe los je dat dan op? Nou, dat is later geloof ik ook gedaan. Er is toch een van de heffing geweest, een soort solidariteitsheffing, ik weet niet hoe het heette meer. Maar dat er dus een fonds gecreëerd werd, waar je het dus bij de een weghaalt en bij de ander. Dat is niet helemaal vrijwillig gegaan. Eerst was de bedoeling vrijwillig, maar uiteindelijk is dat geloof ik nog afgedwongen. Maar dat is na mijn tijd, denk ik. Hè? Ja. Ja. Maar dat had ik niet veel tegen. Als het niet vrijwillig is, dan moet je met de corporaties ook zeggen, jongens, en het is wel iets waar je politiek gelooft dat het moet gebeuren. Dat is dan jammer. Dat moet dan maar. Ja, we gaan toe. U stipt het leven aan dat een behulp op de inspanningen van de sector. Ja. Een gedenkwaardig moment is geweest, het EDES-congres van 16 november 2006. En daarin hulpt u de woningcorporaties op om met een aanbod te komen. Omdat anders de politiek gaat ingrijpen. Ja. Kunt u ons eens meenemen naar hoe dat zo gekomen is, hoe u tot die oproep bent gekomen? Nou, eigenlijk zag je het komen. Ik heb dus een, moet ik heel simpel, dat is ook duidelijk wat ik zeg. Ik heb een diep geloof dat die corporaties die rol moeten spelen. En het beste is, dat had ik milieubeleid geleerd, dat de lui met de kop overend, dus met de rechte rug, dat zelf die verantwoordelijkheid nemen. Maar dan moet je controleerbaar maken, noem maar op. Maar alles wat je zelf kan doen, dat is mooi. Want dan geloof je erin, dan ga je met inzetten, dan kan je er trots op zijn. Als je het afgedwongen wordt, ben je er niet trots op en dan werkt het niet naar. Dus ik geloofde in die corporaties, maar je zag best dat er iets misging. En de sympathie voor de corporaties was in die verkiezingsfase. Ik heb meegemaakt, ik had een maand voor de verkiezingen kwam ik in het kabinet binnenrollen. Dat was natuurlijk niet zo groot, zachtjes uitgedrukt. En ik had het ook meegemaakt van tevoren. Dat was echt heel kritisch. Dus ik heb toen op een gegeven moment eerst bij een conferentie van de SEF, geloof ik, in Rotterdam. Maar dat weet ik niet zeker of het zelf, maar ik vermoed van wel. De SEF, dat is de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Ja, Experimenten Volkshuisvesting. Die bestond toen nog. Ja. En ik dacht dat de SEF was, maar dat weet ik ook niet zeker meer. Dat was in Rotterdam op Zuid. En daar heb ik dus eigenlijk een oproep geplaatst. En geprobeerd. En toen was het
vertrek daarna, een week of weet ik wat, was die conferentie van EDES. En dan had ik 8 minuten. Nou, ook wel mooi. Ik zei, dat haal ik niet. Ze zei, Willem van Leeuwen, ik heb ook 8. Ik geef jou er 4, van dan had ik er 12. En ik zat ook nog in een panel. Toen heb ik aangeboden in het panel niks te zeggen. Toen kreeg ik nog eens een keertje 8 minuten. Dus ik zat uiteindelijk op 20 minuten. En dus toen kon ik dus een oproep plaatsen. En toen heb ik gezegd, jongens, pas op. Jullie gaan eraan, je wordt ge-NS'd. En NS, dat houdt eigenlijk in... Dat gebeurde als de NS, die was dus zelfstandig met eigen raad van commissarissen. Loodzware raad van commissarissen, de baas van Philips, oude baas van Philips, zat erin, weet ik wat. Maar als er maar vierkante wielen waren vanwege bladeren op de rails, dan greep de Tweede Kamer in. Dan moest de minister opkomen, dan bleek die vrijheid, die zelfstandigheid, nul te zijn. Want dan moest er ingegrepen worden en dan ging alle media erover vallen. Ik zei, je wordt ge-NS'd, je denkt dat je heel wat bent, maar je bent niks. En niet helemaal onterecht, want je hebt een maatschappelijke taak. En als je een maatschappelijke taak niet goed uitvoert, nou, dan ben je ook niks. Daar ben je voor aangesteld. Dus jullie moeten wel je bezinnen op je maatschappelijke taak of je wordt ge-NS'd. Mm-hmm. Dat had een wonderlijk effect. Daar zaten van allerlei politieke partijen, zaten er mensen in dat panel. Die haakten er meteen op in. Dus dat had eigenlijk tot effect dat ze begonnen daarover na te denken. En die hebben toen, begin februari, kwamen ze met dat aanbod. Dat was wel heel spannend, want... Dit was een convenantsbenadering die in een demissionaire periode gebeurde. Je had geen geld, je had niks, behalve communicatie. Mm-hmm. Nou, we hebben dus vreselijk intensief met ze overleg gepleegd. Ook de Kamer erbij betrokken, of de Kamer, ik moet zeggen, Staf de Pla en Bas-Jan van Bochhoven met name. Ja, daar komen we zo op. Maar, okay. Maar even nu, ik begrijp van u dat u zegt, ons wordt je ge-NS'd. Maar blijkbaar is het dan ook een waarneming dat de corporatiewereld zich... nauwelijks bewust was van wat... Nee, wat dan was de politiek ook boven hun hoofd hing. Nee, als ze dat helemaal nieuw voor ze geweest was, dan hadden ze nooit in 2 maanden dat omgedraaid. Dus dat was een vrij zeker, maar wist niet hoe groot het draagvlak was. Dus het was in zekere zin heel spannend. Zouden zij in actie gaan of zouden ze blijven zitten? Wat hij makkelijk gekund had. Ze blijven gewoon zitten en op zin komen. Er is een stevige lobby er tegenaan en alle klassieke kanalen weer open. Ja. Dat is natuurlijk, ze zitten in het middenveld, die corporatie natuurlijk vreselijk verankerd. Nee, ik bedoel te zeggen, als u waarschuwt, u wordt ge-NS'd. Ja? Ja, blijkbaar waren die woningcorporaties zich daar onvoldoende van bewust. Nou ja, in de zin van als je niet gewaarschuwd had, waren ze waarschijnlijk niet gaan bewegen. Maar als je wel waarschuwt, dan heb je een kans. En ze gingen wel in beweging, dus... Misschien was het op andere manier ook wel gebeurd, maar ik vermoed van niet. Het was natuurlijk wel een hele cruciale periode dat de kabinetsformatie was aan de hand. Ja. En daar zat dus de kans in dat een vrij grote kans dat er dus een heffing zou volgen op dat eigen vermogen. Ja. En die dreiging die voelde iedereen wel een beetje boven de markt hangen. Dat kan je rustig zeggen. Dat zou wel heel dom geweest zijn als ze dat niet gevoeld hadden. En dat zijn ze niet hoor, de corporaties. Nou ja, in het rapport Noordanus, daar wordt dat wel gesignaleerd dat men in corporatieland men zich onvoldoende bewust was van. Nou, dat malle, dat kan ik. Ik heb van wat de politiek stond rapport niet voor de geest. Misschien heb ik zelfs nooit gelezen, dat weet ik niet meer. Mijn inschatting was in ieder geval anders. Mm-hmm. En dat bleek dat het correct was. Ja. Dus dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Want ze gingen wel in beweging. Ja, dat ging wel buitengewoon vlug. Ik bedoel, ik heb zelden zoveel effect gehad in korte tijd. Wie simpel is dat? De oproep die je deed aan de corporatie, was dat afgestemd met EDES van tevoren? Niet helemaal, maar ze konden het wel raden. We hadden natuurlijk met elkaar gepraat. Niet zo superveel, want ik zat er net 6 weken. Ja, eind september gekomen, dus op dat moment 6 weken zoiets. Dus daar hadden we wel over de huurliberalisering, dat is natuurlijk het hoofdpunt geweest. Maar ik had wel contact gehad. Afstemming niet volledig, maar ik denk dat SEF-verhaal, daar hadden ze natuurlijk wel kunnen zien welke kant ik uitging. Dat zat te denken en dat anders had Willem van Leeuwen daar niet die ruimte voor gecreëerd. En dat deed hij ook niet op zijn eigen houtje vermoedelijk. Mm-hmm. Hij zal er wel overleg gehad hebben met een en ander. Maar dat onttrekt zich aan mijn zicht. Ja, ik neem toch aan, Willem van Leeuwen die staat niet zomaar 4 minuten van zijn spreektijd af. Ik neem aan dat hij daar dus ook met andere overleg over gehad heeft. Niet van die 4 minuten, want dat heeft hij waarschijnlijk spontaan gedaan. Maar doet hij natuurlijk ook alleen maar als hij weet dat u een belangrijk aanbod doet. Ja. En hebt u dat met hem van tevoren afgestemd? Nee, maar hij kon wel raden. Ik denk dat hij wel. Ik denk niet dat we het formeel hebben afgestemd. Want dat kan haast niet, want ik zat het zelf toen nog helemaal te ontwikkelen. Dus. Maar hij wist wel ongeveer welke richting het opging. Ja, dat kan haast niet anders. Ja, dat kan haast niet anders. Ik denk het wel. Want hij kende dat ook helemaal, joh.
ken die helemaal, dat hele gebied, Willem. Mm-hmm. En dat geldt voor die anderen ook, hoor. De goede corporatie, de Nieuwe Stad en dergelijke. Hoe heet het? De Nieuwe Stad heet het toch, hè? Ja. Nou, die kennen het allemaal, joh. Ja. Nou, een week na dat congres, dan vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ja, u zou de uitwerking van die plannen zou u niet, waarschijnlijk niet meer zelf meemaken. En Edes reageerde in januari 2007 op uw plannen met het zogenoemde antwoord aan de samenleving. En de politiek beoordeelde vervolgens dat antwoord als too little, too late. Nee, niet in eerste instantie, zeker niet. Nee, zeker niet in eerste instantie, absoluut niet. Nee, volledig niet. Nou, legt u ze uit. Maar met vreugde. Ik heb toen gewaarschuwd aan Jan-Peter Balkenende. Natuurlijk kwam ik die wel tegen in het kabinet. Gewaarschuwd, pas op, we zijn met iets bezig, dat kan wel wat zijn, past dat bij jullie? Toen heb ik ook gewaarschuwd aan Wouter Bos, past dat bij jullie? Daar heb ik ook mee overleg gehad met beiden. En ik denk ook, ja wel zeker, was de ChristenUnie zat erin, hè? Ja, ook mee gepraat. En, maar speciaal was mijn kanaal, was eigenlijk Staf de Pla en Bas-Jan van Bochhoven, die ik goed kende uit dat hele intensieve gebeuren met de huurliberalisering. Woordvoerders van de Partij van de Arbeid, het CDA. Ja, ja. Ja. En dat waren op dit gebied van volkshuisvesting, waren dat in de Tweede Kamer plat gezegd de twee man die het begrepen. En ook de twee beoogde coalitiepartners. Ja, ja, en de derde die het begrepen in de Tweede Kamer is Ada Gerkes, denk ik. En de rest ging het eigenlijk, de huurliberalisering, een hele zwik van die portefeuille, een beetje boven het hoofd, hoor. Het is ook ontzettend ingewikkeld. Maar die begrepen het, en daar heb ik dus gezegd ook tegen Wouter Bos en Jan-Peter, let op, als ik met die nou contact hou, dan hou ik hen goed geïnformeerd, zo goed als dat gaat, of dit lukt. Toen zei zij, nou, dat is een lijn die bij ons wel past. Toen heb ik Herman Wijfels, die ik goed kende, was een oude cliënt van mij in mijn McKinsey-tijd bij de Rabobank, heb ik Herman gebeld en gezegd, Herman, wij denken dat we iets hebben dat bij jullie past. Als wij de lijn zo kunnen volgen wat er zo naar buiten begint te komen. Toen ben ik mee gepraat en heb gezegd, nou, toen zijn wij de teksten gaan aanreiken wat zou kunnen. Maar altijd wel netjes op de hoogte houden, want ik zat er niet in. Ik bedoel, het is eigenlijk een vreemde positie. Maar ik denk dat we inhoudelijk daar op dat soort lijnen, dat paste mooi. Mm-hmm. En toen is daar ook dus uitgekomen, dat zou dat aanbod van die samenleving, dat is natuurlijk ergens het mooiste wat er kan zijn, ook voor een kabinet, dat een samenleving in beweging gaat. Dat wij een kabinet zitten formeren, dat is prachtig. Maar er kan wel iets geks bij, dat zij dus vrijwillig een bedrag aanboden. En hoe ga je dat in hemelsnaam inboeken? Dat is onzeker. Dan komen we op de rekenfout, daar komen we zo meteen nou, dat op terug. Maar dat was dus wel een, daar heb ik ze vreselijk voor gewaarschuwd. Ja, maar daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. U zegt van, ja, aanvankelijk dat aanbod van Edes, dat viel eigenlijk in de formatiefase. Ja. Viel dat eigenlijk best goed? En too little, too late, dat komt eigenlijk erna pas. Nog sterker, het viel heel erg goed. Ja. Dat mag je rustig zeggen, anders zou ik er nooit mee doorgegaan. Ik bedoel, ik moest ook tegen Ede steeds zeggen, pas op, de verwachting, ik kan die verwachting niet waarmaken, kijk uit, maar ik moest wel kijken, kan ik dat de verbinding creëren, zodat er redelijke kans is. Dus dan moest ik zorgen dat de Partij van de Arbeid en het CDA met name op de hoogte bleven en dat konden afdekken. Dus die waren er ook bij toen Edes uiteindelijk het besluit nam, was ik er niet bij. Ik kwam daarna binnen, ik stond ergens buiten te wachten, geloof ik. Maar daar zaten wel bij Bas-Jan van Bochhoven en Staf de Pla om het mee te maken. Dus die waren goed op de hoogte en die snapten het ook, hoor. Dus zowel aan de formatietafel als op het niveau van de woordvoerders in de Tweede Kamer had het idee dat er dekking was voor die wijkaanpak. Ja. En dat had u ook gesoldeerd en in die zin voorbereid. Ja. Kijk even naar. En dat kon je ook eigenlijk wel zien, want als ik dat mag toevoegen, er waren twee programmaministers in dat kabinet en één programmaminister was wijkaanpak. Dus als dat niet een draagvlak gehad had in een regeerakkoord, dan ben je wel nogmaals de appie bezig natuurlijk, dan een programmaminister voor wijkaanpak te maken als je er niet in gelooft. Dus dat zat er wel heel diep in de genen. Mevrouw Hagi. Ja, ik heb nog wel een vraag als het gaat om het antwoord aan de samenleving. Zijn uw ambtenaren daar ook bij betrokken geweest, bij de totstandkoming? Ja. Okay. En in hoeverre was u zelf betrokken? Direct, absoluut. Maar niet dat ik het zat te schrijven, maar we zijn wel bij minstens één EDES-vergadering geweest. Minstens één, ik weet niet, misschien wel meer. Maar dat ze dus bij elkaar kwamen,
in Hilversum. En daar zaten dan niet heel Eders, maar wel 40 man of zoiets. Van toch relatief de kopstukken. Ik weet niet meer wat de samenstelling was. Moet mij even te goed houden. Dat je daar wel de kopstukken kreeg. Die daar de kar trokken. En dat we daar heel intensief in de wisselwerking zaten. Het moest hun aanbod zijn. Ik kon het niet dicteren. Mijn ambtenaar ook niet. Maar we konden het wel faciliteren. En ook zeggen, pas op, als je het zo doet, dan heb je geen schijn van kans. Want dan moeten ze nee zeggen. Als je het zo doet, zou je misschien een kans kunnen hebben. Maar dat was adviseren aan hun. Was je ook niet meer als minister bezig eigenlijk op dat moment. Dan was je eigenlijk bezig, kan ik jullie helpen met een aanbod te formuleren? Want ik heb daar dan geen macht eigenlijk, geen positie. Behalve deskundigheid misschien. En dat hadden ambtenaren zeker ook, ja. Maar wel dus in een adviserende rol? Ja, stellig, ja. Ja. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, dan gaan we nu naar de verwarring die er ontstaat in de cijfers in het concept regeerakkoord. Ja. Even door samengevat, een rekenfout. De vraag is, hoe kwam u daarachter? Ja, hoe liep dat? Ik heb het ook nagelezen, want ik was die brief eigenlijk kwijt. Als ik het goed heb, hè, dan moet je even de goede houden dat ik niet precies ben. Ik dacht dat het regeerakkoord het concept kwam woensdag naar buiten, woensdagavond naar mijn herinnering. En wij krijgen dit ding en we lezen het door, natuurlijk vol verwachting. Nou, dan kunnen we een aantal teksten herkennen. Zelfs nu als ik het doorlees, dan zeg ik, er staat een mooie tekst in. Dat kan ik overwijken en zo. Maar die kon ik wel herkennen zo'n beetje. Dat ging goed. Toen kwam bij de getallen. Nou, dan heeft ook gepraat hier met een paar van de rekenmeesters van het ministerie. Nou, die kennen die getallen van binnen en van buiten. En wij zitten naar getallen te kijken. En zitten, dat klopt niet. Maar ja. En de dag daarna, de donderdag, hebben we met elkaar zitten rekenen en doen. Wat klopte er niet? Nou, dat was gewoon, als wij die getallen zagen, dan zei, in plaats van een positief getal voor die wijken, staat er een negatief getal als wij die getallen goed bekijken. Dus daar is iets fout gegaan. Wat is er nou fout gegaan? Of is er iets anders gebeurd? Dus maar de tekst konden we herkennen. In het regeerakkoord stond wel een heffing opgevoerd, maar er stond geen uitgaven nou, voor nee, de wijken. Nee, voor dat staat nog anders. In het regeerakkoord staat geloof ik zelfs, dat was een aanbod, maar als dat aanbod niet door zou gaan, zou je het in een heffing moeten doen. Dus dat was ook niet zo fout op zich. Ik bedoel, je bent toch een beetje kwetsbaar. Dus ze hebben daar zich afgedekt met een soort PM neer te zetten. Als het niet gaat via de weg van de vrijwilligheid, dan moet je het alsnog kunnen doen. En er was ook een verschil tussen het aanbod aan de samenleving van de corporatie. Die praat over 2 keer 600 miljoen. Maar daar konden we redelijk van zeggen, nou ja, dat kan je rustig naar 4 keer 600 miljoen verplaatsen. Dat is redelijk, dat wilde zij niet doen, maar dat haal je wel. En het kabinet wilde 750 miljoen. Zei, nou, als je nou een huurverhoging gemeen van eenmalig 1% of zoiets toestaat, heb je dat gat al gedicht? Dat kan je, in die volkshuisvesting kon je dat altijd klaren, dus daar kom je wel uit. Dat is een kwestie van onderhandeling, als het principe maar uit is. Dus we zeiden, nou, dat moet kunnen. We konden die getallen toen niet meer herkennen. En op de vrijdag zeiden we, wacht even, dit gaat niet goed. We moeten hier een brief schrijven. Dus ik heb hem zelf gaan zitten typen. Blauwe brief, dat is van bewindslieden aan elkaar. Dus in principe, als blauw is, is het een teken van dat de minister zelf schrijft. Nou, ik heb dat zelf zitten typen. En de ambtenaren hebben dat meegelezen, want ik moest dan wel weten, klopt dit wat ik schrijf? Dat is wel nuttig als dat klopt. Dus die hebben we laten brengen naar Wouter Bos. Daar heb ik verder nooit een reactie op gehad. Maar zeggen, Wouter, pas op. Jullie hebben ergens zit er iets niet goed. We denken dat je dat en dat gaat, maar dat weten we niet. Want we kunnen die getallen niet met elkaar passen. Maar er zit iets fout. En als wij het goed hebben, heb je een negatief getal staan voor die wijkaanpak. Dat negatieve komt, we hadden bij de huurliberalisering, er was een stuk wetgeving afgeschoten. Toen de Eerste Kamer niet mee wilde werken aan de huurliberalisering, toen was er een stuk wetgeving afgeschoten, waardoor er ineens inkomsten wegvielen. En daardoor stond er op de begroting van VROM, stond eigenlijk een negatief getal op een bepaald moment. En dat moest je nog ergens klaren, of je moest aannemen dat de minister van Financiën het voor zijn kap zou nemen. Maar dat is niet zeker. We zeiden, pas op, je kon wel eens een negatief getal hebben hier. Dat is slecht onderhandelen als je wijkenaanpak echt serieus wil aanpakken. Want dan kom je met een lege beurs, nog sterker, met een minbeurs. En dan ga je naar die corporatie en jongens, wij dragen ook bij, namelijk negatief getal. Dat gaat niet werken. Daar heb ik er nooit iets op gehoord. Maar we hebben Ella Vogelaar ook gewaarschuwd, zowel mijn ambtenaar als ik. Hebt Ella Vogelaar over nog gebeld of geschreven? Nee, ik weet niet hoe dat gegaan is. Of ik het op de vrijdag nog gezien heb of de maandag. Maar we hebben er wel gewaarschuwd. Want we zeiden, dit moet je wel weten. En Wouter Bos gewaarschuwd. Want het is waarschijnlijk een vergissing. Want anders. En als je een vergissing maakt, dat is wel ontzettend jammer aan het begin. Want dan krijg je zorgen van op een later moment. Dat is ook wel gebleken.
Dat weet ik niet of het daaraan ligt, uh-huh. Want er kan ook nog andere redenen hebben. Daar was ik natuurlijk niet bij, maar dat het niet lekker zat, dat was wel zeker. En dat, nou, dat was dus, naar ons idee was dat gewoon een fout gemaakt. En ja, dat betaalde je. En dus daar hebben we geprobeerd te waarschuwen. Nou, ik vond het erg mooi die brief weer terug te krijgen. Want ik heb er inderdaad bloed, zweet en tranen hebben die mooie brief gemaakt. Maar ja, daar is, wat ze daarmee gedaan hebben, weet ik dus niet. Want daar zat ik niet bij. En ze hebben er niet op gereageerd. Dus we hebben Ella gewaarschuwd, proberen het constituerend beraad. Maar dat is best ingewikkeld, zoiets nog te klaren. Dus ik neem aan dat ze toen tegen elkaar gezegd hebben, dat regelen we later wel. Pas heel veel later hebben ze iets van een regeling getroffen. Maar toen waren de verhoudingen met de corporaties al totaal zoek. En ik had het gevoel in het kabinet dat het ook niet zo soepel mee ging. Maar dat was ik niet bij. Hebt u nog andere dingen gedaan dan waarschuwen, zowel Bos als nee, dat is het maximum wat je kon doen. Ja. Ik zat er niet in en zij hadden dat gedaan. Maar we hadden het huiswerk, naar mijn idee, goed gedaan. Nou ja, je zou misschien kunnen denken aan het op pad sturen van je ambtenaar en naar financiën. Van wat is hier gebeurd? Nee, dat was het malle van dat regeerakkoord. Ik me goed herinner, maar dat kunt u beter navragen dan ik. Dat regeerakkoord is niet nagerekend door de ambtenaren van financiën. Dat is pas later gebeurd. Dat is dus op kleine, heel weinig mensen hebben als rekenmeester 1 of 2 op algemene zaken dat nagerekend. Mm-hmm. En of ze dat, maar financiën niet. En waarom? Ja, ik kan het gaan gokken, maar dat weet ik niet. Maar dat ja, zou... Je hebt geen enkel idee hoe dat nou kan, dat die ekenfout is ontstaan. Ja, je hebt natuurlijk een idee, maar dat is het soort idee wat bij geruchten ging toen. Op financiën zat Gerrit Salm. En die zat niet helemaal in de kabinetsformatie. En dan komen er loyaliteitsvragen. Dus als je het klein maakt, heb je niet zo'n risico dat het naar buiten komt. Nou, of dan Gerrit naar buiten komt. Financiën is natuurlijk het beste gesloten boek. Dat heeft ze eigenlijk altijd met die dingen goed gedragen. Maar kennelijk vertrouwden ze dat niet voldoende. Dus ik weet het niet, want anders hadden ze het wel laten narekenen. Maar dat financiën hier niet voor zou zijn, kon je ook wel raden. Omdat een vrijwillig aanbod. Financiën is nooit zo van die dingen. Financiën wil, als je financiën de gang laat gaan, dan... Het Nederlandse financiële systeem, wat financiën hanteert, is een prehistorisch systeem. Hè? Een lening is hetzelfde als uitgegeven geld. Een garantie is hetzelfde als uitgegeven geld. Een investering is hetzelfde als geconsumeerd geld. Dat is een absurd systeem als je daarmee te maken krijgt als je uit het bedrijfsleven komt. Dus ja, die werken met andere soort spelregels. Een rare spelregels, hoor, financieel gesproken. Heb je ook wel eens gedacht dat er enige mate van opzet in het spel was om die ekenfout te maken? Nee. Dat gevoel heb ik nooit. Geloof ik niet. Het kan maximaal dat ze daar gezegd hebben, wat mijn gok was, is dat ze het per ongeluk 2 keer geboekt hebben. Namelijk dat ze zowel die vrijwillige zaak hebben ingeboekt als die heffing. Maar in ieder geval kwam het erop neer dat van die vrijwilligheid, wat op zich een mooi, ook maatschappelijk een mooi aanbod was. Het was het aftoppen van de huren met een huurquote van 17% geloof ik voor de laagste inkomens, 25% of iets ergens voor de ietsje hogere groep. En daar hield je dus, dat zouden de corporaties voor hun rekening nemen. Dan hield je een pak geld over van de huursubsidies. En die kon je dan weer inzetten in die wijken. Dat was het basisidee. Mm-hmm. Nou, dat was op zich een prachtig systeem. Maar dat is dus toen wel de mist in gegaan. Want ze deden dat niet. Ze haalden dat geld met naar financiën toe. En dat verdampte dus naar die wijken toe. Even een punt van orde, meneer Massimis. Ja. Waren bij die rekenfout, et cetera. Zou je iets puntiger, bondiger naar die vraag kunnen toe antwoorden van de heer Groot? Dit was vrij puntig, hoor, dit. Ja, maar dan nog het... Met alle vreugde. Misschien nog even een puntje op de i te zetten. Misschien nog even een puntje op het i te zetten van als u geen boze opzet vermoeide achter, ja, achter die ekenfout. Wat waren dan de geruchten hoe dat dan wel zou zijn gekomen? Een vergissing zou kunnen. Een vergissing zou kunnen als je 2 keer inboekt. Dan heb je een vergissing gemaakt. En dat waren de geruchten die ontgingen? Ja, daar waren verschillende filosofieën over. Maar het maakt niet zoveel uit wat wij voor filosofieën hadden op dat moment. Ik weet dat mijn ambtenaren een iets andere filosofie erop nahielden. Maar dat was een buitengewoon ingewikkelde materie. En mijn gok was domweg, had ik ooit van Marcel van Dam geleerd, de meest voor de hand liggende uitleg is bijna altijd de goede en dat is een gewone vergissing. Dat kan, als je dus zegt, ik heb hier, dit haal ik dus vrijwillig aanbod, het staat hier en er staat er nog een PM. Nou, als je 2 keer inboekt, dan schiet je lekker op. Maar dan, in dat geval is er wel een gat van 4 keer 750 miljoen en dat is vrij veel geld. Dat is vrij puntig, hè? Nou, u zegt niet dat je kunt concluderen deze rekenfout, dat die hele grote gevolgen heeft gehad. Dat vind ik moeilijk, maar het is vrijwel zeker, want de wijkenaanpak in ieder geval, je moet alles op zijn schaal bekijken, maar de wijkenaanpak werd er niet echt beter van. Om het eens een keertje wat eufemistisch te zeggen.
Want Ella die ging dus met een negatieve beurs onderhandelen. Daar hadden ze 100 dagen voor. Daar gingen ze het land in. Dat was toen die beroemde iets. Nou, dan ging je met groot vertoon eigenlijk die wijk in. Maar eigenlijk wist je dat in je beursje een gat zat. En dat mag je niet laten merken waarschijnlijk ook nog. Dat schoot niet echt op, denk ik. Dus de verhouding met die corporaties... was van meter van... Die was denk ik best belast. Wel gespannen. Daardoor denk ik. Maar ik heb het zelf niet gedaan. Ik heb het wel meegemaakt toen. Van verschillende corporaties kant en bij mij in die buurten waar ik dan vrij veel kwam, nog steeds kom, daar kon je het wel zien. Dat was niet het allervreugdevolste. We gaan even puntig naar mevrouw Hagi. Meneer Winsemius, voordat ik met u verder ga over de incidenten, heb ik nog één vraag over dat antwoord aan de samenleving. Vanuit uw optiek bezien, wat is daarvan terechtgekomen? Veel minder dat je dat had kunnen maken. Het was een... Ik had het dolgraag gedaan. Dan had je wel de medewerking nodig gehad van een kabinet natuurlijk. Maar hij lag erg mooi. Ik had hem echt supergraag gedaan dit. En als je dat goed gedaan had, ja, dan moet je wel een beetje geloven in die bredere taakstelling. Maar dan wel de bredere taakstelling op dat maatschappelijk gebied, hebben we het over gehad. Dan had dat zeker effect gehad. Maar ik had het wel anders gedaan dan het nu gedaan is. Want ze gingen te vlug... Nou, probeerden ze resultaten te halen. Dat is een beetje een probleem natuurlijk, dat je een nieuw kabinet wil dan scoren. En als je te vlug wil scoren, hier moet je, zo'n plan in zo'n wijk moet wel vrij breed gedragen worden. Niet alleen de corporatie, niet alleen de winkeliersvereniging, ook de bewoners. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. En ze wilden te vlug in september al, wilden ze dan met concrete plannen komen. Ja jongens, dat gaat niet werken. Dan maak je de bestaande plannen. En dan doe je wat ze Rotterdam noemen, dat heet echt zo, dan doe je er een lint omheen. Feyenoord had 72 plannen, dan doe je een lint omheen, dan heb je een nieuw plan. Ja, dat was het bestaande plan met een lint erom. Maar dan had je je geld binnengehaald. Nou, dat was niet goed. Dat wilde ze te vlug. Daar had je geduld moeten hebben. Ja, en nog één punt wat is blijven liggen. U gaf aan dat u daarbij betrokken was. Uw ambtenaren waren bij dat antwoord aan de samenleving betrokken. Ja. En u zei tussen neus en lippen door dat u daar niet zat als minister in Hilversum bij Edes. Ja. Hoe moet ik dat duiden? Ja, dat is een beetje raar, maar we kwamen daar... Omdat we probeerden... Kijk, als minister zit je... Je kan het natuurlijk moeilijk scheiden, maar als je daar komt, dan ging het erom. Zij moesten een antwoord formuleren en dat was niet mijn antwoord van het ministerie. Maar we konden ze wel zeggen, als je nou wilt dat dit goed valt, dan moet je misschien dit op dit doen. En moet je misschien dat er dan... Wij kenden Den Haag natuurlijk, hoe die wegen waren. Dus ook de ambtenaren zaten er zo in. En dat begrepen zij geloof ik wel goed. Dat ze dus niet daar met de minister zaten te praten of met de directeur-generaal, met wie dan ook. U zag daar geen risico's in of het niet gepast is om als minister op die manier die rol op te nemen? Ja, dat is een interessante vraag. We hebben het in ieder geval toen besloten te doen. Okay. En is het daar risico in? Nou, ik ben er nooit over lastig gevallen. U bent de eerste die erover vraagt. Okay. Dus dat is niet zo groot, dat risico. Bij tijd te wijden op milieugebied deden we het ook. Dan ga je praten met de lui en dan zeg je, joh, als jij nou zo doet... Dan kan je misschien een plan maken dat goed gaat vallen en dat mijn doelen en jouw doelen zo goed mogelijk bij elkaar komen. Ik ga met u verder, ja, meneer Winsemius, naar de incidenten. Want de aanleiding van deze parlementaire enquête, dat is naar aanleiding van de incidenten, waaronder Vestia. Ja. Op vrijwel de laatste dag van uw ministerschap, in februari 2007, stelt u een extern toezichthouder aan bij corporatie Eigenhaard in Velzen. Ja. De voorzitter van de raad... Heb ik die aangesteld? Die heeft u aangesteld. Dat blijkt uit ons onderzoek. Hé. Hey, dat ging over... Ik kan u even helpen. Nou, ik dacht het... Maar ik vind het prima hoor, want ik had het graag gedaan. Maar ik dacht dat het na mijn tijd was. Ik weet dat wat ik gedaan heb, dat was natuurlijk... De Eigenhaard was belachelijk. Dat was een soort rampgeval zat daar als voorzitter, plat gezegd. Rampgeval. Uit ons feitenonderzoek blijkt dat het... Een voorzitter van de Raad van Commissaris is geweest die zichzelf als bestuurder heeft benoemd. En zijn hele familie zat erin en dat benoemde alles en nog wat het was. Ik bedoel, dat als je ernaar keek, dan denk je, die kan niet. En dan kreeg natuurlijk mijn deel te horen. Toen hebben we gezegd, toen wilden ze, de Edes wilde geloof ik dat de minister ingreep. Ze zeiden, jullie willen graag een grote broek aan hebben. Je hebt een eigen commissie, die is nog nooit vergaderd. Onder leiding van Jan Terlouw was dat. Dat is de... ethische commissie of weet ik wat, hoe die heet, een gedragscodecommissie of zoiets, een gedragscommissie. Nou, dan moet je eerst laten vragen, als die gedragscommissie, even de naam houden, moet me te goed houden, dat weet ik niet. Maar als die gedragscommissie nou een oordeel gegeven heeft, is het voor de minister een fluitje van een cent, als ze er niet op reageren, om dan naar die Kamer te gaan, zegt de gedragscommissie, en wij vinden het ook precies hetzelfde, we hakken erop in.
Voor de beeldvorming. Die gedragscommissie was onderdeel van Edes. Ja. Maar u zei net, Edes wilde dat de minister ingreep ja, in het geval. En toen heb ik gezegd, nee, jullie moeten eerst. Okay. En haal die commissie maar bij elkaar. Dat moet je heel vlug doen, want dit kunnen we niet lang laten doorgaan. Toen hebben zij gedaan. En nou weet ik dacht dat na mijn tijd, want ik had dat graag gedaan, dat na mijn tijd dan daarop actie is genomen. Maar dat wil ik af zijn, want ik had het graag gedaan. Dus als dat in mijn periode geweest is, dan vind ik dat heel mooi. Zoals ik aangaf, het was in een van uw laatste dagen. Dat is zeker aan het geweest. Maar mijn gevoel zegt me dat het na mijn tijd was. Want ik had kijkende naar dit geval, wat vond u van zelfregulering? Zelfregulering kan prima zijn als je hem gebruikt. En het is net als met, nou neem even voor het gemak, de journalistenvereniging. Op het moment dat het de wassen neus is, dan je kan je eraan onttrekken, dan moet je er niet op vertrouwen. Dus het moest eigenlijk, was het voor Edes, voor mij beroep op Edes was, luister eens, als jullie jezelf serieus nemen, dat wil je graag, dan moet je dit naar markt maken. En als je dan die mensen alsnog niet luisteren, dan moet je naar het volgende stap gaan, dat is een escalatie, dan ga je naar die minister en zegt ze luisteren niet, onze zegen heb je, wil je me klap geven. Ja, dat is zoals het zou moeten gaan, maar ja. Hoe beoordeelt u dat dan? Gebeurde dat zou ik super vinden, als dat gebeurt. Maar gebeurde dat of gebeurde dat niet? Bij dat geval dacht ik wel, ze hebben toen wel een uitspraak gedaan, maar die corporatie reageerde niet, die reageerde nergens op. Nou, dan ga je de volgende slag in en dan ga je dus escaleren en dan ga je toezichthouder benoemen. Nou, dat is een ramp als je een toezichthouder krijgt die echt voor dat doel benoemd is, dan kan je geen meter meer bewegen. Maar vond u dat u als minister voldoende instrumenten had om in te grijpen bij corporaties voor dat dit wel, soort incidenten? Ja, voor dat wel. Maar je had voor andere dingen heb je te weinig instrumenten. En dan moet u me niet helemaal vragen. Maar bijvoorbeeld als je een wijkenplan kreeg en daar ging een gemeente of een deelgemeente weigerde echt serieus mee te werken. Of een corporatie werkte echt serieus mee te werken. Om die bij elkaar te brengen, dan zou je eens moeten kunnen dat je dan een klap op geeft. Want je zegt, dit is een probleemwijk, daar moet wel wat kunnen gebeuren. Nou, als er dan één van de partijen niet meedoet, dan moet je een klap kunnen geven. Als je een geval hebt waar corporaties zijn vaak groter in schaal dan gemeenten. Die bestrijken meerdere gemeenten. Als die corporatie gemeenten tegen elkaar gaat uitspelen, dat gebeurt bij tijd en wijle, dan krijg je dat bij geruchten te horen. Nou, dan moet je in staat zijn die corporatie in het gareel te brengen. Zeggen, wacht even, we moeten hier wel bepaalde spelregels handhaven dat die gemeenten, die zijn politiek gelegitimeerd, dat die daar het voortouw hebben. En daar had je te weinig instrumenten. Ja, heel even, u geeft aan, bij tijd en wijle gebeurde dus dat u berichten bereikte dat woningcorporaties gemeenten tegen elkaar uitspelen. Nou, dat wordt die geruchten lopen altijd. En ik kan geen speciaal geval noemen, maar dat gebeurde, dat heb ik in het voortraject kende je die en in het natraject kende je die. En dat gebeurt nog steeds, denk ik. En of die waar zijn, die geruchten, is een interessante vraag. Dat kan ik niet echt beoordelen, want er wordt vaak verhalen verteld op dit gebied natuurlijk. Maar u vertelt wel dat in die tijd dat u bewindspersoon was, bereikte u die geruchten wel? Ongetwijfeld, maar dat weet ik niet. Maar daarvoor en daarna in ieder geval ook. Dus zal in die periode ook wel geweest zijn. Heeft u daar wat mee gedaan? Dat heb ik geen flauw benul van. Want je kon er niet zo gek veel mee doen, want je had geen middel. Dat scheelt wel. Als je te weinig middelen hebt en je gebruikt een gerucht, dan kan je daar weinig mee doen. Je kan met ze gaan praten. Waar denkt u dan aan? Welk middel dan? Nou, als je de minister zou moeten... Als je een aanwijzing kan geven op een bepaald moment. Heel eenvoudig. Als je een wethouder hebt en die zegt, ik heb ontzettend uitgebreid overleg gepleegd over de wijkaanpak en die in die wijk. En die corporatie weigert mee te werken. En ik kan een heel dossier overleggen. Ik heb met Jan en alle man zo geprobeerd en ze weigeren mee te werken. Nou, dan kan je dan de minister sturen. Dan moet de minister eigenlijk dan een aanwijzing kunnen geven. Maar daar heb je op dit moment geen poot om op te staan. Okay. Dat zou mooi zijn als uw commissie daar een aanbeveling over kan doen. Hoe ga je en andersom ook hoor. Als je een corporatie hebt en de deelgemeente weigert mee te werken, dan moet je het ook kunnen. Dus helder. Er zit geen makkelijke vanzelfsprekendheid in dat je doorbrengt. Het voordeel van aanwijzingen die je gaat geven. De koningin heeft mij ooit verteld, elke minister mag één aanwijzing zijn hele periode geven. Je moet hem zo min mogelijk gebruiken, maar het feit dat je hem kan gebruiken, geeft dat je zegt, als je niet oppast, heb ik een grote stok. En ik ben bereid ermee te slaan. Nou, probeer me maar. Nou, dan worden ze vaak heel fatsoenlijk. Dat moet je wel kunnen doen. Ik ga met u verder, meneer Winsemius. Ja. Als nevenactiviteiten in het kader van de bevordering van de leefbaarheid, hebben natuurlijk de corporatie in Rotterdam, Woonbron. Ja. Die heeft toen een groot voormalig stoomschip gekocht en opgeknapt. Ja. En dat was in het kader van Katendrecht. Ja. Een onderdeel van, dat heet er ook, een pact op Zuid. Ter verbetering van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam. Ja. Past zo'n dergelijk initiatief in uw ideeën bij de wijkaanpak?
Nou, het was eventjes, ik denk voor de correctie, het zijn geen tuinsteden in Rotterdam op Zuid. De tuinsteden zitten in Amsterdam echt. En in Rotterdam op Zuid is geen enkele tuin. Ja, in eerste instantie wel. Want het originele plan was, nou moet ik even de getallen, moet ik uit het hoofd proberen te halen, maar het originele plan was dat het echt was met het Alberda College, het ROC, en nog een serie andere, die droeg ook financieel bij, was de bedoeling, en dan zouden ze dus, ik meen 400 of zoiets, wooneenheden voor jongeren of zoiets maken, met arbeidsplaatsen, weet ik wat allemaal. Nou, dat was, in die buurt is dat, dat gaat niet alleen op Katendrecht hoor, pas op, dus de Afrikaanderwijk zit er tegenaan, en dat is het betere feestwerk hoor. Ja. Dat is direct aan de andere kant van de kade. Ik ben geboren op Rotterdam-Zuid, dus nou, ik weet bedoel ik, dat daar weet u meer van dan ik, dus, maar dan weet u het ook, het gaat echt om een veel groter gebied, en de uitstraling was het idee, moest iets geven wat Rotterdam op Zuid heeft, heeft erg weinig speerpunten waar je op waar je beweging erin kon krijgen. En dat was het idee. Maar en het klopt dat u in uw oordeelsbrief positief was over dit initiatief. Ja, dat was op dat moment was dat wat we ervan wisten, was dat je dan die 400 eenheden of zoiets zat. En dat was best positief, dus dat staat er ook wel netjes in. Ja. Uit ons onderzoek blijkt dat de toetsgroep op het ministerie, die u adviseert bij dit soort nevenactiviteiten die gemeld worden, dat die, uit ons onderzoek blijkt dat ze één keer over woonbron hebben gesproken. En twee weken voordat u uw oordeelsbrief stuurt, waarin u heel positief bent, als we dat verslag van die toetsgroep ernaast houden, dan staan daar toch nog wel wat zorgpunten, met name over de financiële plannen die voorliggen. Ja, weet ik niet. Wat heeft u daarmee gedaan in die twee weken voordat u tot die oordeelsbrief kwam? Ik vermoed niet dat ik dat gezien heb, als ik eerlijk moet zijn. Je kreeg dan, zo'n brief is een vrij formeel gebeuren. Er staat er vrij algemeen van de dingen en dan heel specifiek over die ene corporatie. Er waren natuurlijk meer van die dingen, dus je kreeg wel, daar staat in die brief over woonbron, staat natuurlijk dat schip genoemd. U heeft het over de oordeelsbrief die u als minister voor u kreeg om te tekenen. Ja, ja, maar of je daar die toetsgroep bij gehad hebt, want dan moet je wel heel veel stukken lezen hoor. Want er waren, hoeveel corporaties waren er op dat moment die allemaal een brief kregen? Nou, het verslag zelf is niet zo lang, maar op zich gaat het niet om de omvang van het verslag. Maar feit is wel dat de toetsgroep u als bewindspersoon adviseert. En u heeft dat advies dus niet voor ogen gehad voordat u... Dat weet ik niet. Dat betwijfel ik ten eerste, maar dat weet ik niet. Dat zou je echt de ambtenaar moeten vragen of ik dat ding onder ogen heb gehad. Als daar hele kritische kanttekeningen staan, dan zou dat in die brief denk ik wel iets over moeten staan. Dat kan ik niet worden. Ik weet wel dat daarna is natuurlijk wel zijn de rapporten gekomen van accountants ook. Hè? Maar dat is denk ik direct na mijn periode geweest. En toen werd het wel spannend, want toen bleek dat eigenlijk de kosten heel erg veel anders liepen. Ja, dat is verder in de tijd. Het gaat mij echt om het besluit vanuit het ministerie. Nee, dat weet ik niet. Ik weet dat toen... Ik kende dat schip van tevoren en de initiatiefnemers. Dat vond ik op zich, kon ik dat wel herkennen. Dan kreeg je positief het advies. Dan zei je nou goed, als dat... Ja, u bent behoorlijk lovend in de oordeelsbrief, maar het is voor ons als commissie wel belangrijk om in ieder geval dan te constateren dat er een omissie is geweest. Dat weet ik dus niet. Dat u het verslag van de toetsgroep dus niet heeft meegenomen in de oordeels. Dat weet ik niet. Dat als u daar stukken eerder heeft en dan zit daar een gat tussen, dan zou dat geheugen kunnen zeggen, maar dat weet ik dus niet. Okay. Kan ik niet zeggen. U gaf eerder aan als antwoord dat het moeilijk te bepalen is waar die grens ligt van dit soort initiatieven. Ja. En u zei ook letterlijk, op een gegeven moment onttrekt dat zich uit mijn zicht. Maar in het geval van woonbronnen en het stoomschip is van meet af aan wel dat contact geweest. Hoe moeten we dat dan beoordelen, hoe het ministerie hierop geacteerd heeft? Als dat een goed plan is en het lijkt kennelijk dat financieel uit kan... En dat het een goed plan is, dan zeg je dat zou kunnen. Want maar heeft het ministerie het ook gevolgd? Want we weten, u wilde zelf al de tijdspad verder vervolgen door aan te geven hoe het dan vervolgens misgaat en de Deloitte-rapporten en alles wat erbij komt kijken. Maar heeft het ministerie, gezien haar betrokkenheid in de beginfase, voldoende aansluiting gehouden bij dit project om te zien hoe dit zich ontwikkelt? Nou, als je dat rapport vlug genoeg gehad hebt, maar dat kan ik niet beoordelen. Dat vraagt u me een vraag die zich aan mijn zicht onttrekt, om eerlijk te zijn. Want had je zo'n Deloitte-rapport, was het? Nou goed, als je een Deloitte-rapport eerder gehad had, of vaker gehad, gerapporteerd had of iets, had je misschien het eerder kunnen zien. Laten we het beperken tot uw betrokkenheid vanuit uw periode. Dat heb ik al geantwoord. Dus. Ja, nee, dat snap ik. Maar dan blijft voor mij nog wel één vraag liggen. Ja. Gezien het feit dat u in die beginfase betrokken was, voelt u zich verantwoordelijk voor de manier waarop dit project is verlopen? Ja, natuurlijk. Want we hadden daar een positief besluit genomen. En dat was ook correct op de basis van de informatie die je had. Maar de vraag is, had je
betere informatie op eerder moment kunnen krijgen. Had je dus bij zo'n groot project, zou je kunnen voorstellen, dat je zegt, nou, als je hele grote projecten doet, gaat. Maar ja, in de woningbouw is elk project is groot, daar moet je wel rekening mee houden. Maar als je een groot project hebt, zou je kunnen zeggen, ja, daar moet je meer informatie over hebben en vaker. Het zou kunnen. Zijn de incidenten in de corporatiesector, naar uw mening, ook echt incidenten? Of zegt u, er zijn structurele problemen? Ja, het zijn incidenten. Alleen als je te veel incidenten krijgt, kijk, 9 van de 10 keer gaat het goed. Om heel simpel te zijn, 99 van de 100 keer. Er is ontzettend veel goed werk gedaan, massaal. Maar als je te veel incidenten achter elkaar krijgt, ja, dan wordt het incident de regel. Dat kan niet. Dus dan moet je, daar zit uw commissie ook voor, dan moet je de touwen opnieuw gaan bekijken. Zijn die wel goed? Hebben we wel genoeg greep? Nou, daar kan je goede vragen bij stellen, vind ik. En zijn er naar uw mening incidenten waarbij het ministerie ze had kunnen voorkomen? Daar bestaat geen twijfel aan. Want als je achteraf kijkt, kan je bijna elk incident voorkomen, behalve een komeet die op je hoofd valt. Helder. We hebben nog even een aanvullende vraag van meneer Goot. Dank u wel, mevrouw Aschie. Ja, voorzitter, ik bleef even haak bij wat u zei over die corporatie Eigenhaard uit Velsen. U zei, daar gebeurden dingen die, dat was te gek voor woorden. Ja, de commissaris die zichzelf benoemen, alle dingen die naar familie gaan. Waarom grijpt dat een ministerie dan niet meteen in en moet er eerst gewacht worden of het een beheersorganisatie behaagt om daar iets van te vinden? Je kunt toch dan direct in actie komen? Natuurlijk kan dat, maar dan niet? Als je dat gaat doen, dan krijg je een heel interessante wereld. Dan ga je dus zeggen, wij gaan alle toezicht vanuit het ministerie regelen. Dat is een grote wereld. En dan moet je verrekte veel ambtenaren hebben zitten. En die zijn er ook niet voor geëquipeerd. Dus daar heb je, in principe heb je de punt 1. Je kan. Maar het ministerie houdt toch toezicht op echtmatigheid? En als niet echtmatig handeld wordt, ja, dat is toch gewoon ingegrepen worden? Als je de benoemingen van commissarissen gaat krijgen, en die ga je onder rechtmatigheid zetten, dat waarschijnlijk is het rechtmatig dat te doen. Ja, je mag je broer benoemen. Er is niks tegen je broer op een bepaald moment. Alleen als je 7 broers benoemt, dan wordt het een beetje een raar gegeven. Dit was een beetje overdrijven, voorzitter. Maar begrijp wat ik bedoel. Dus rechtmatig zou dat is nog iets anders op een bepaald moment dan wat er hier gebeurde. Dit was gewoon een rariteit aan het worden, bestuurlijk. En daar heb je niet zoveel greep op. Het werd gek. Het was een hele kleine corporatie. Dus de schade is optisch groter dan in de praktijk natuurlijk. Maar het kon niet. Simpel. Dus we hebben ook ineens lang over gehad. Dan zei je, nou goed, dan moet eigenlijk zo'n sector moet het zelf regelen. Idealiter. Kunnen ze dat niet? Dan heb je dat ook weer gehad. Dan weet je dat. Dan moet je ook geen grote broek aantrekken als sector op dat moment. Kunnen ze het wel mooi meegenomen? En kan de sector het niet regelen omdat, terwijl ze wel een duidelijk standpunt hebben ingenomen, krachtig hebben ingenomen, omdat die gasten nog niet meewerken, dan moet je misschien naar noodmaatregelen gaan nemen, dan mag de minister weer ingrijpen. Dus dat, op zich zat dat systeem niet zo ingewikkeld. Want het was niet zozeer dat ze juridische regels hadden over te eten, maar dat. Het was gewoon rariteiten. De bestuurder klopte er geen hout van. Wat deed die man? Ik weet niet eens meer, maar die ging zichzelf benoemen als voorzitter van alles en nog wat. En die ging familie en vrienden ging die benoemen. Ja, dat wordt altijd linkersoep. Wat er wel structureel beter kan, maar dat geldt. Ja. Nou, veel corporaties waren tot stand gekomen door fusies. En die raden van commissarissen waren niet meer geëquipeerd. Dat waren vaak gewoon opgeteld van 2 fusies. Dus het was dus 2 keer 4 is 8. Hè. Dan had je 8 commissarissen. En dan faseren we het in de loop van tijd een beetje uit. Maar die waren niet meer bestand daar. Als je dat 4 keer achter elkaar gedaan had, die veel grotere schaal konden ze niet meer aan. Dat waren lokale regenten. Hetzelfde probleem als de Rabobank overigens heeft. Dan kom je boven je niveau terecht. Nou, en daar, dat was best schrikbarend bij tijd te wijden. Want het niveau van de commissaris is gewoon, dat waren hartstikke grote bedrijven. Dat hebben we met die rivaten ook gezien. Dan moet je lui hebben die. Dan moet het toezicht ook professionaliseren. Dan moet het professioneler kunnen. Dat je dus de intuïtie hebt van, hey, dit gaat niet goed. Daar komen we nu ook aan, dat toezicht. We gaan even terug naar mevrouw Hagie. Meneer Winsemius, in een brief aan de Kamer op 11 oktober 2006 geeft u aan dat u streeft naar een nieuw arrangement tussen de corporatiesector en de overheid. Dat voor 1 januari dit ingevoerd zou moeten worden en dat het bijbehorende toezicht zodanig georganiseerd wordt en dan met name op basis van de rapporten van de commissie Schilder en de beleidsvisie van minister Dekker. Ja. Was dat niet erg ambitieus gezien de pogingen van uw voorganger? Vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat super ambitieus was. Ik denk dat ik toen, hoe lang zat ik op dat ministerie?
11 dagen, 12 dagen of zoiets. En dat was, had ik die Schipholbrand gedaan. En ik huur die blazer. Ik denk dat ik die brief gewoon getekend heb. En gezegd, dat was een mooi voornemen, moeten we doen. Dat was een loopdoorrijdende trein waar ik dus getekend heb. Ik denk dat we daarna ook gezegd hebben, dat gaan we niet halen. Om heel eerlijk te zijn, want dat zat er gewoon niet in. En was ook niet verstandig overigens. We hebben toen hebben het besloten vooroverleg, vroeg u daarnaar. Dat was een conceptbrief op het ministerie, die heb ik nog eens nagegaan. Dat blijkt, die heb ik wel nagegaan even. Wat dan met een conceptbrief over die corporaties en die toezicht? Nou, dat ding is na het nooit gestuurd. Die hebben ze wel aan een keertje hebben besproken. Toen heb ik kennelijk gezegd, joh, kijk uit, we moeten hier niet te veel op de hooi op de vork gaan nemen. Want dat klaren we niet meer. Dat moet je gewoon, dan moet je iemand zitten die die kar gaat doorrijden. En niet iemand die daar weer komt en een stukje schrijft. En dan komt de volgende die gaat een stukje schrijven. Ik ging daar 4 maanden zitten. Naar de ruwe schatting is 5 geworden, kun je nagaan. Had u dezelfde kijk als mevrouw of minister Dekker in die tijd, als het gaat om sturing en governance? Ja. Had dezelfde lijn? Dat weet ik niet, want dat weet ik niet. Want ik weet niet precies wat de lijn was die ze daar hadden. Ik ben met sturing en governance ben ik wel altijd vrij scherp. Omdat ik daar allerlei dingen had gezien, ook in het bedrijfsleven, waar je echt zegt, joh, dat kan niet. En dan waren die commissarissen worden daarbij, dat was gewoon te licht. Als je die fusies kreeg, zijn er 2 dingen altijd hartstikke fout. Er waren hele gedreven corporaties en die hadden geen goede penningmeester. Want die waren vaak meegegaan in die fusies en die waren niet groot genoeg om bij die grote corporatie te gaan draaien. Klinkt een beetje zakkig, maar als je een 10 keer zo grote corporatie hebt, dan moet je wel veel meer in je mars hebben. En de tweede was die commissarissen. Dat was ook niet goed in de samenstelling. En de derde, maar dan zit je over hele principiële dingen te praten, vond ik de betrokkenheid van huurders vond ik ook eigenlijk beneden vele grenzen. Dus ik had daar best, als ik toch een andere governance zou doen, dan zou ik best andere voorstellen kunnen doen, maar daar hadden we geen tijd voor om dat te gaan proberen. Maar deze punten die u nu aanhaalt, dat was ook in die tijd. Dat zegt u niet met de kennis van nu, neem ik aan. Nee, ik denk dat dat zeker al toe al was. Dat was zonder enige twijfel. Dat was volstrekt duidelijk. Ja. In het verhoor van de heer De Pla verklaarde hij dat hij samen met de heer Van Bochhoven op uw verzoek langskwam om te overleggen over dat nieuwe arrangement tussen de overheid en het corporatiestelsel. Ja. Hoe verliep dat gesprek? Dat kan niet anders dan prettig geweest zijn. Ik weet het niet, maar het was zonder enig twijfel prettig, want we hadden een hele open lijn. Dat was een hele kwetsbare open lijn en dat was een vertrouwenslijn, heel simpel. We speelden het volledig open, die kaart, kan niet anders, want zij moesten echt weten wat er aan de hand was en wat wij probeerden en paste dat wel zo zij erover dachten, want zij moesten hun voormannen, die het hartstikke druk hadden in zo'n kabinetsformatie, moesten ze natuurlijk goed voorlichten. Dus dat moet helemaal open geweest zijn. Beide heren, zowel De Pla als Van Bochhoven, die waren natuurlijk behoorlijk ambitieus. Was u net zo ambitieus? Nou, ik hoop het wel. Wij waren. Ik ging er korter zitten dan zij, maar je kan me niet ontzeggen dat ik daar een zekere ambitie getoond heb. Wat heeft u daarmee gedaan? Met die ambitie? Ja. Welk onderdeel praten we over? Want we hebben voornamelijk. Het nieuwe arrangement. Nou, ook naar het gesprek dat u met daar hebben we het relatief kort over gehad. Daar heb ik ongetwijfeld tegen ze gezegd in die discussies. Luister, ga je van mij niet, moet je niet te veel verwachten. Want we hadden onze handen meer dan vol met het EDES-aanbod. Ik denk dat daar het voornaamste. We hebben over die andere dingen stellig ook gepraat. Want er is nog zelfs een mondeling overleg geweest over de motie, De Pla, weet ik wat. Zij niet tijdens het gesprek ook aangedrongen op het feit van dat het moment er wel naar is, gezien het voorwerk van uw voorganger, en dat u dit door kunt pakken? Dat weet ik niet. Zich niet meer herinneren? Nee, want je kon daar bijna niks doorpakken. Joh. Als je dat gaat doorpakken, hoe moet je nou doorpakken? We hadden. Dat haal je niet meer. Dan moet je beleid gaan doen en dan moet je een brief in de Kamer. De bedoeling was geweest dat wij in februari nog in de Kamer zouden zijn geweest met allerlei dingen. En dat hoorde ook die 40 aandachtswijken en weet ik wat erbij, dat zou allemaal nog komen. Heeft u dat ook in het gesprek ook zo teruggekoppeld aan beide heren? Weet ik niet. Heeft u het verhoor met de heer De Pla gezien? Nee. Want hij gaf inderdaad aan, in ieder geval niet tijdens het gesprek, dat het duidelijk werd dat u die ambitie niet ging oppakken. Ze daar later achter waren gekomen. Dat kan heel goed, want we hebben ongetwijfeld nog die brief naar de Kamer, dat hebben we toen wel gezegd, dus dat was in februari bedoeld. Dus dat is dan ook de bedoeling geweest. En dan ben ik wel terug geweest in de Kamer, ergens in februari, begin februari, weet ik wat, en gezegd, joh, dat halen we niet, moet je ook niet doen. Nou, dat hebben ze toen geaccepteerd, want het was gewoon,
Ja, dat als je dat ging doen, dat was zo kort daarna kwam een nieuw kabinet. Laat die brief nou, dat werd allemaal voorbereid. Laat die nou die nieuwe minister dat doen, dat is veel beter. U schrijft een brief naar de Kamer op november 2006, waarin u aangeeft dat u overleg voert over het toezichtstelsel met het Centraal Fonds, het Waarborgfonds, de Vereniging van Toezichthouders en EDES. Ja. In een verslag van het bestuurlijk overleg tussen het ministerie en EDES van 11 december 2006 lezen we dat, en ik citeer, het Centraal Fonds een te grote rol krijgt en dat het extern sowieso aanmerkelijk zou moeten afnemen. Het extern toezicht sowieso aanmerkelijk zou moeten afnemen. Welk overleg is dat? Het is een overleg tussen het ministerie en EDES. En het is naar aanleiding van uw plannen. Wie voert het overleg? Aan tafel zaten? Ja. Even voor mij, dan weet ik even, maar even welk niveau valt er aan tafel, want ik kan dat niet helemaal plaatsen. Ik denk niet dat ik daar, ik heb zelf heel veel met ze gepraat. In ieder geval uw topambtenaar. Annette Bertram? Ja. Dat kan, oké. Okay. Dan kan ik iets plaatsen. Dan, Annette die heeft dat ongetwijfeld goed gedaan, ja. Ja. Nog een keer, wat is de vraag dan? Sorry. U haakt al aan bij mijn citaat, die ik uit het verslag van het overleg tussen het ministerie en EDES aanhaal. Want daarin staat dus dat er toch een soort van angst bestaat dat het Centraal Fonds een te grote rol krijgt. Ja. En mijn eerste vraag is, misschien moet u die even afwachten voordat u antwoord geeft. Ja. Waar komt die angst vandaan? Weet ik niet, want dan moet u vragen dan aan Annette Bertram, denk ik. Maar ik had zelf best wat vraagtekens bij het Centraal Fonds. Omdat dat schoot niet echt op in dat toezicht. Ik vond dat het niet zoveel tanden hebben. Dus ergens was er ook die conceptbrief die er geweest was. Daar staat in het Centraal Fonds moest een grote rol hebben. Dat heb ik toen al van gezegd in het vooroverleg. Pas op, dat kan bijna niet van mij vandaan komen. Ik had daar niet het was weer Nieuwenhuizen van het ministerie. Even ter correctie. Nieuwenhuizen. Oh. Hey. Want het gaat dus om. Ik weet niet eens wie het is. Klinkt een beetje. U zegt u weet niet eens wie het is? Nee. Dus ambtenaar op het ministerie. Dat zal, maar dat. Dus dat weet ik niet. Dan moet u mij niet vragen. Maar het is. Dat het toezicht, dat het herzien moest worden en de rol van het Centraal Fonds van belang is. Dat is duidelijk, vond ik toen. Maar in dat overleg gaf EDES in ieder geval het signaal dat ze vonden dat die rol te groot werd bij het Centraal Fonds. Best, en kunt u plaatsen waarom die angst was bij EDES? Ik kan me dat wel voorstellen. Ik denk dat EDES, als ik u ga zeggen dat u 6 toezichthouders op uw nek krijgt, dan zegt u ook, nou dat vind ik ongeveer 5,5 te veel. Dus dat ze daar vraagtekens bij zeggen. Dat zeggen, wij doen dat toch netjes en zo. Nou ja. Ja. Was u gevoelig voor die kritiek vanuit EDES? Nee, want ik denk alleen dat de rol van het Centraal Fonds zou ik er aarzeling over hebben. Ik denk dat je dat systeem harder moest maken. Kijk, dat toezicht werkt zoals mijn visie op toezicht. Hè. Pas op, dan ga ik weer visie doen. Maar dan wel graag de visie die u had toen u winstpersoon was. Ja, dat is reuze interessant. Die visie is nooit wezenlijk veranderd. En de milieukant heb ik het zo gedaan. Dat is altijd zo gebleven. Dat is toezicht idealiter houden luidt zelf. Maar dan hou je toezicht op toezicht. En dat moet je dan heel hard doen. Want anders blijft het niet eerlijk, het systeem. Wat bedoelt u met heel hard? Nou, als je zegt, ik oefen toezicht uit, dan moet jij het doen. En dan moet je dus zorgen dat je dat evenwichtig over de hele in doet. Als je zegt, ik delegeer het aan jou, bijvoorbeeld accountants, of ik delegeer het aan een sector, en die heeft dan zijn eigen toezichthoudend apparaat, weet ik veel wat, of een centraal fonds, dan moet je, waar daar niet goed gaat, moet je dus heel hard tegen optreden. Want dan hou je het systeem eerlijk. Het systeem moet altijd eerlijk blijven. En dat doe je dus door de toezichthouder. Toezicht op toezicht is veel harder dan trektoezicht. Zijn uw plannen nog van invloed geweest op de verhouding die er was met de sector? Mijn plannen? Ja, ten aanzien van het toezicht, wat u net... Nee, dat zou ik graag willen, maar ik betwijfel of dat gebeurd is. De laatste dag van uw ministerschap stuurt u een brief aan de Kamer waarin u stelt dat het niet meer op uw weg ligt om voorstellen te doen over de inrichting van het stelsel en toezicht. Ja. U had, zoals ik eerder aangaf, wel in eerste instantie zeker de ambitie om het te doen. Ja. Zeker ook gezien wat we gehoord hebben van bijvoorbeeld voormalig Kamerlid De Pla. Had u ook iets kunnen doen? Ja, nou, waarom heeft u uiteindelijk het toch niet gedaan? Nou, dat is interessant. Ik denk niet dat Staf De Pla dat gezegd heeft, dat ik iets had kunnen doen. U zegt, je moet grote ambitie hebben, maar ik denk niet gezegd dat je iets had kunnen doen. Maar meer in, zoals ik net al schetste, de timing die er lag. Uw voorganger had al aardig wat werk verzet. Er was een momentum om door te kunnen pakken. Dat is interessant. En dat is interessant. Dat deelt u dus niet.
Nee, ik, interessant of dat zo was. Ik zou me niet verbazen dat het zo was, maar je zit dan tekort. Dat is het lummelige, en niet om dat als excuus te gebruiken, maar als jij iets inzet en je opvolger gaat het niet waarmaken, dan zit je verkeerd. Je kan beter dan zeggen, wacht gewoon anderhalve maand of een maand, wat dan ook. Dan komt er iemand die dat gaat waarmaken, die de continuïteit kan noemen. Dit zijn veranderingen die een tijdje nodig hebben, dus dan moet je achterstaan. En anders krijg je dat, want u vraagt mij bijvoorbeeld, er lag al van Sibylla Dekker, lag al dat en dat, dat is reuze prachtig, dat is ook zo. Maar als je dat niet gaat waarmaken, dan heb je er geen bal aan op een bepaald moment. Dus Sibylla had het graag een aantal dingen afgemaakt, daar bestaat geen twijfel aan. Mevrouw Hasje, hartelijk dank. De heer Groot heeft nog een aanvullende vraag. Ja. Ja. Als ik u zo beluister, dan kom ik tot de conclusie dat u in uw korte periode waarin u zat, dat u zich verelpt heeft op die wijkaanpak, maar toch niet echt diepgaand heeft nagedacht over een nieuwe vormgeving van het toezicht. Nee. En het arrangement tussen woningcorporaties en overheid. Ja, klopt. En u had het ook over die conceptbrief, die uiteindelijk, waar u nog even naar gekeken hebt. Ja. Maar dat is niet een weerslag van de gedachtevorming die u zelf hebt gehad. Nee. Het is u voorgelegd. Ja. Ik weet niet eens of hij voorgelegd is. Ik weet, het meest inmiddels vertelde de ambtenaar dat we met besproken hebben en toen besloten hebben hem niet te sturen. Maar het is niet nee. Is bij u maar je geïnternaliseerd moet, en nee. Daar hebt u niet nee, nog een accent op gelegd. Klopt. Ja. Het is voor ons wel van belang, omdat het dan toch in die concept is, zit toch een bepaalde omslag ten opzichte van het beleid van mevrouw Dekker. Okay. Bijvoorbeeld de rol van het CFV wordt veel groter. Ja. En ook de investeringsdoelstelling, waar mevrouw Dekker ook mee bezig was, die wordt veel minder uitblijvend gemaakt. Ja. Maar dat is dus niet uw invloed, dat is blijkbaar iets wat vanuit het ambtelijk apparaat is voorbereid. Ja, dat zei ik al eerder. Die CFV had ik nooit de grotere rol gegeven zelf, intuïtief hoor. Dus dat, niet dat ik het diepgaand besproken heb, ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, maar dat komt Ja, want er staat dan bijvoorbeeld in dat het volkshuisvestelijk toezicht dan belegd gaat worden bij het CFV. Ja. Dat is niet dat wat u zich bij herkent. Nee, stellig niet. Ik kan me haast niet voorstellen. Oké, dan helder. Meneer Groot, dank u wel. Meneer Massemius, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Redelijk puntig. Ja, is puntig. Dus ik ga ook puntig afronden. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. Nee, weet je, maar dat...